René Kast aan de telefoon. René, een hele goede middag. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Dankjewel. Jij bent al heel lang bezig. Ja, dat ben ik, ja. Ja, je bent al begonnen als duo Kast, samen met je moeder. Ja, dat was toen was ik 11. En toen ben ik begonnen inderdaad met mijn moeder op te treden. En dat deden wij toen in het hoofdzakelijk Drents dialect. En ik ben daarna, zeg maar, toen mijn moeder 65 werd, ben ik solo verder gegaan en toen Nederlandstalig. Ja. Je maakt hele leuke nummers, vind ik. Dankjewel. Ja, ik probeer inderdaad net anders te zijn dan al die andere zangers die in het Nederlandstalige circuit bezig zijn. En daar bedoel ik echt niet dat ik op dat moment daarop neerkijk of dat ik vind dat dat anders is. Anders is het wel, maar ik probeer net even toch iemand te zijn die, wanneer je een liedje van mij hoort, dan heb je direct het idee van, hey, verrek, dat is volgens mij weer van René Kast. Ja, want dat hoor je ook wel terug, hè? Want je schrijft ook liedjes voor andere artiesten. Klopt. Ik maak ook liedjes voor anderen. Ja. En daar krijg ik dan ook wel de opmerking over van, nou, we konden het direct horen dat jij het gemaakt hebt. Ja, ja dat hoor je er echt in terug, ja. Ja, mooi. Goed zo. Ja, en wat is tot nu toe jouw grootste hit geweest eigenlijk? Ja, dat ligt een beetje aan wat je een grote hit... Je hebt er zoveel gemaakt natuurlijk. Nou ja, ik heb er een aantal gemaakt die gewoon echt heel goed scoren bij het publiek. Maar de ene is uit 2016, de andere is uit 2019 en de andere is uit 2022. Ja. Dus ik heb onder 3 jaar heb ik een beetje bingo gehad met een leuke hit. En de grootste hit is natuurlijk tot op dit moment, gezien de play zeg maar op Spotify, is Adje voor de Sfeer nog steeds de grootste hit. Ah, oké. Okay. En ja, gisteren is jouw nieuwe single uitgekomen. Ja, klopt. EHBO. EHBO. Ja, ik vind hem heel leuk verzoenen eigenlijk. Het is een afkorting, niet? Het is een afkorting, ja. Het is, ik heb weer wat gezocht inderdaad, wat er op dat moment nog niet echt was. En het is een liedje wat je zou kunnen kennen, want het is een oud Iers nummer. Wat ook al door meerdere artiesten gedaan is in het verleden. Nou, dat wist ik maar niet. Ik heb er op dit moment maar eens een keer een nieuwe tekst op gemaakt die een beetje René Kast is. En daarbij een mooie feestplaat. Dus echt een goed arrangement. Niemand heeft het nummer nog echt gehoord. En toch staat de hele zaal en de hele tent staat meteen te springen wanneer ik dit nummer doe. EHBO, het betekent een heleboel bier op. Precies. Daar staat het voor. Hoe kom je aan je teksten? Ja, weet je, ik ben echt een man die, wanneer ik ergens op een terrasje zit en ik hoor iemand wat tegen een ander zeggen en die moet erom lachen, dan denk ik van ja, nou dat is een goede opmerking. En dan schrijf ik dat soort dingetjes allemaal op. En ik heb een hele telefoon vol met duizenden van dat soort one-liners. En soms dan ben je weer toe aan een nieuw liedje en dan loop je al je gegevens die je hebt opgeslagen, loop je een keer door en dan denk je, hey, verrek, dat is misschien wel een keer leuk. Nou, ja. Zo kwam dit dus, dit nummer, dat sprak mij enorm aan. En ik had zoiets van, nou, daar kan ik een echte René Kast feestversie van maken. Dus ik moet er een goede tekst bij hebben. En toen kwam mijn dochter en die zei van, pap, je hebt ooit zo'n idee gehad om EHBO nog een keer tot een heleboel bier op te maken. Past dat niet op dit liedje? En toen heb ik gedacht, verdorie, ja, dat is misschien wel een hele goeie. En toen ben ik een beetje op doorgegaan borduren en dan duurt het een paar dagen en dan komen er een paar zinnetjes bij. En ach, als je er dan nog even een dag flink aan gaat zitten, dan heb ik vaak wel een leuke tekst waarvan ik denk van, hey, dat past goed bij mij. Ja, en zo wordt het dus een typische René Kast plaat. Ja, dan wordt het ineens een typische René Kast plaat, ja, dat klopt. Nou, je nieuwe single EHBO is vandaag hier de promoschijf op Etta Visiepoort. Mooi. En we gaan hem draaien. Nou, fantastisch. Ik ben er blij mee dat jullie aandacht besteden aan mijn nieuwe plaat. Ja, dat... En ik wens jullie een hele mooie uitzending nog en de luisteraars veel plezier. Ja, ik wil jou ook heel erg bedanken voor het interview. En als er weer een keertje een nieuwe single verschijnt, dan hoop ik je weer te spreken. Nou, je weet me te vinden inmiddels, hè? Dus ja, dat komt goed. Ja, goed. Gaat helemaal goed komen. Goed zo, okay. Succes. Hey, bedankt. Oké. Okay. Doei. Hey, en EHBO, hè? Dit is de promoschijf. Promoschijf. Woon je in de
stad of kom je van het platteland? Feest is altijd feest met een biertje in de hand. Dorst blijft altijd dorst en wordt nooit een chagrijn. We bouwen graag een feestje, daar waar mijn vrienden zijn. EHBO, EHBO. Een heleboel bier op, dat lust ik sowieso. EHBO, EHBO. Loop elke week een kroegentocht en word een echte pro. Een heleboel bier op, die lust ik sowieso. Ja! Later in de kroeg. Je hebt nog niet gegeten of gewoon nog niet genoeg. Dus stel een bruine fruitschaal met bitterbal plezier. Verbrand je dan je tong, nou dan blus je dat met bier. EHBO, EHBO. Een heleboel bier op, dat lust ik sowieso. EHBO, EHBO. Loop elke week een kroegentocht en wordt een echte pro. Een heleboel bier op, die lust ik sowieso. Hey! De een die houdt van spelletjes, de ander houdt van sport. Ik hou van heel veel dingen als ik er maar blij van word. Ik heb dus ook een hobby waar ik me goed bij voel. Vrijwilligers genoeg en het is voor het goede doel. Vrijwilligers genoeg en het is voor het goede doel. EHBO, EHBO. Een heleboel bier op, dat lust ik sowieso. EHBO, EHBO. Loop elke week een kroegentocht en wordt een echte pro. Een heleboel bier op die lust. Ik zal die zo. René Karst en zijn nieuwe single EHBO.